Het is mij een genoegen u allen namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, van harte welkom te heten in de congreszaal bij deze plechtige overhandiging van het boekwerk 4 jaar regering Santokhi-Brunswijk. Dit boekwerk heeft als titel van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Dit boekwerk werpt een kritische blik op de ambtsperiode van de regering Santokhi-Brunswijk en de genomen stappen richting duurzame groei in ons land. Zo aanstonds zal de president overgaan tot de ceremoniële overhandiging van een gesigneerd exemplaar van dit boekwerk aan enkele aanwezige gasten. Voor nu wil ik u allen uitnodigen om te gaan luisteren naar de boodschappen die vandaag in dit kader voor u worden gebracht door onze sprekers. Mag ik met trots en genoegen als eerste uitnodigen naar voren de waarnemend directeur van het kabinet van de president, Dr. Arlene Emmanuels, om het woord tot u allen te richten. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, hartelijk welkom. Alle protocollen in acht nemend, goedemiddag, alle zeer gewaardeerde aanwezigen, ook een van harte welkom. Zeer verheugd zijn wij met de totstandkoming van het boekwerk 4 jaar regering Santokhi-Brunswijk. Hierin wordt een illustratief overzicht gegeven van wat er in de afgelopen 4 jaar is neergezet. Namelijk eerst de beheersing van de meerdere crises en daarna is men begonnen met de wederopbouw en de ontwikkeling van Suriname. Er kan worden geconstateerd dat de kentering is ingezet en de kleine kiempjes van economische bloei heel voorzichtig ontluiken. Maar wij zijn er nog lang niet. De perceptie van de afgelopen 4 jaren kan zijn de bekende halfvolle fles of de halflege fles. Waar men voor kiest, dat bepaalt een ieder voor zich. Wat we wel moeten beseffen is dat mei 2020 met een lege fles is begonnen en dat die nu weer is aangevuld. Misschien nog niet tot de nok, maar het blijft een feit dat de fles in 4 jaar tijd weer is aangevuld. En daar hebben wij met z'n allen aan bijgedragen. En niet in het minst deze regering. Tevens zijn er vele zaken al voorbereid of in voorbereiding om te zorgen voor een volgevulde fles in de nabije toekomst. Misschien wel dusdanig dat het overloopt. En wij moeten nu ervoor zorg dragen dat er een waarborging voor deze surplus komt, middels het reactiveren van het spaar- en stabilisatiefonds. Met prudent beleid van opeenvolgende regeringen die nog komen gaan, kunnen we als collectief ervoor zorgen dat het geld wordt geïnvesteerd in land en volk en dat het niet slechts enkelen toekomt. Er mogen dus nooit meer lege flessen worden achtergelaten. Bovendien moeten wij ons realiseren dat wij als volk middels de juiste mandaatstelling verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorg dragen dat onze machthebbers nooit meer aan de fles kunnen geraken. Kortom, halfvolle fles, waarborg surplus en geen lege flessen meer. Wij wensen u een genoeglijke middag toe en hopen dat u dit weekend nog de tijd neemt om het boekwerk
rustig door te nemen. Dank u voor uw aandacht. Ja, dank u wel, directeur Arleen Emmanuels van het kabinet van de president. Mag ik een warm applaus voor de directeur? Dames en heren, met groot genoegen nodig ik nu uit onze president, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, voor zijn toespraak. Mag ik u allen uitnodigen om met eer en aandacht te luisteren naar de woorden van de president. Dank u wel, Master of Ceremony. Welkom in frisse middag allemaal. En in feite heeft de algemeen directeur een hele goede inleiding gehouden. En in feite aangegeven waar we staan. We staan aan de vooravond, volgende week. 16 juli 2024, dat is de dag 4 jaar geleden dat wij aantraden als regering, regering Santokhi-Brunswijk, op basis van een verkiezing, voorafgaand met een zware campagne. Maar ook een verkiezingsbelofte dat we het land gaan redden. Dat we weer beleid moeten gaan maken. Het moet anders, het moet beter. Het land moet vooruit, het volk moet vooruit. En daarvoor hebben we een mandaat gehad en een coalitie gevormd om dat mandaat te gaan exerceren. En natuurlijk kunnen we van mening en van gedachten verschillen. Als we gaan zeggen dat als je weet wat we vandaag bereikt hebben, hoe we bereikt hebben en wat de betekenis is van wat we bereikt hebben, wat de waarde is van wat we bereikt hebben, dat daarbij de start positie bijzonder belangrijk is. Die startpositie is bijzonder belangrijk. Mevrouw Emmanuels heeft al gezegd, de fles was leeg. Zo. En vanuit die startpositie moet je dan het traject bekijken wat we afgelegd hebben. De afgelopen 4 jaren. En daarvoor hebben we een zeer zwaarwichtig programma moeten uitvoeren. Want we kennen de startpositie allemaal. Financiële crisis, economische crisis, schuldencrisis. Om maar niet te praten over lege staatskassen, zowel bij financiën als bij de centrale bank. Maar ook een COVID-crisis. En al deze dingen hebben doorgewerkt naar de samenleving, die ook onderhevig is geweest aan een morele crisis. Een crisis van waarden en normen. En dit moet je allemaal herstellen. Op een duurzame wijze, met betrokkenheid van zoveel mogelijk partijen. En omdat jouw schuldpositie gedomineerd wordt door internationale schuldeisers, moet je ook de internationale gemeenschap ook bij betrekken. En ook daar vertrouwen zien te winnen. En dit allemaal hebben we vervat in ons herstelprogramma, zwaar programma, om het land te redden, om die crisis te beheersen, aangevuld
met ons regeerprogramma, met ons meerjaren ontwikkelingsprogramma. En nu staan we hier na 4 jaar. En we zien dat veel van de doelen gerealiseerd zijn. Terecht, we zijn er nog niet, maar veel van de doelen zijn gerealiseerd. Zeker als we de verschillende sectoren bekijken, onze financiën, onze economie, daar hebben wij met succes de financiële economische crisis weten te beheersen, met nauwe betrokkenheid van de internationale samenleving. Het is niet makkelijk. Plaats jezelf maar in de schuldeisers schoenen. Als u geld heeft uitgezet, miljoenen. U verwacht dat u geld terugkrijgt met die rente. U verwacht niet dat u geld terugkrijgt dat minder zal zijn. Met minder rente. Dat verwacht u niet. Maar dan begrijpt u wat u allemaal moet doen als land om dat vertrouwen te herwinnen dat deze schuldeisers bereid zijn om een schuldherschikking met jou als land te treffen waarbij ze minder geld gaan krijgen, lagere rente gaan krijgen en niet binnen die afgesproken periode, maar over een veel langere periode, die van de Eurobond, zogenaamde Oppenheimer schuld, die heeft een tijdlijn van 2050 gekregen voor wat betreft die tweede fase van die aflossing. Maar daarvoor moet je veel inzetten om je schuldeisers zo ver te krijgen. Om die schuldeisers van die Paris Club zo ver te krijgen. Om India zo ver te krijgen. Om China zo ver te krijgen. Om jouw nationale schuldeisers, die ook miljarden schuld hebben, zo ver te krijgen. Daarvoor moet je inzetten. Vertrouwen. Good governance. Duurzaam beleid. Vertrouwenwekkend beleid. Dialoog. Communicatie, transparantie. Die dingen hebben we ingezet. Wat hadden we nog meer om in te zetten? En het resultaat vandaag is dat we een schuldherschikking hebben, waarvan de schuld nu draaglijk gemaakt is voor onze economie, draaglijk gemaakt voor iedere individuele burger, en dat niet iedereen met een schuld op de schouders loopt en misschien de volgende generatie, wat niet draaglijk is. Natuurlijk hebben we veel medewerking gehad van internationale instituten zoals IMF, IDB, World Bank, Caribbean Development Bank, Islamic Development Bank en vele landen in de wereld, bevriende naties. Maar ook hier in Suriname, enorm veel steun. Met onze sociale partners, de vakbonden, de nationale dialoog die we hebben ingezet. En terecht kan datgene wat u bereikt heeft niet overeenkomen met de perceptie die er is in de samenleving, waarbij criticasters dat altijd zullen hebben, er is niks gedaan. De regering heeft niks gedaan. Onze taak om door te gaan. Om hen te overtuigen hoeveel er gedaan is. Onder welke omstandigheden is gedaan is. Wat de resultaten zijn. In eenvoudige taal voor onze Surinaamse samenleving. In verschillende talen bereikbaar en verstaanbaar voor alle Surinamers. En via alle media, zodat we het totale grondgebied van Suriname moeten bereiken. In onze informatie. Dus de communicatie zal anders moeten zijn. De informatie zal anders moeten zijn. De betrokkenheid van de samenleving zal actiever moeten zijn in het bespreken
van al deze resultaten. Maar het is toch duidelijk dat die koers stabiel is? Het is toch duidelijk dat die inflatie van 60% nu gaat naar 30% en voor einde dit jaar naar 14%, 13%? Het is toch duidelijk? Het is toch duidelijk dat ons begrotingstekort gegaan is van 19% naar 3%, wat de internationale norm is? Het is toch duidelijk dat onze schuldpositie, wat rond de 160% was van je BBP, nu gegaan is naar rond de 65% en de wereldnorm 60% is? Dat zijn toch feiten? Die feiten liggen daar. Het is toch duidelijk dat onze internationale monetaire reserve weer gegroeid is naar 1,3 miljard. Die cijfers liggen toch daar? Dat we positieve handelsbalans hebben. Dat we een importdekking hebben. Weer gestegen na 6 maanden, wat enkele weken was. Mijn mensen, dat zijn facts. Dat zijn facts allemaal. Beschikbaar zijn. Maar natuurlijk zijn al deze maatregelen getroffen om deze economie te beheersen met een zware prijs, ja. Dat geef ik toe. Met een zwaar sociaal-maatschappelijk prijs. Met offers van onze samenleving. Vakbonden hebben het niet makkelijk gehad, bedrijven hebben het niet makkelijk gehad. Maar we zijn constant in dialoog gegaan. Met als diepste crisispunt, als ik zo mag noemen, 17 februari vorig jaar. Wat duidelijk was van dit is voor de samenleving genoeg, niet meer uit te houden. We hebben dialoog geïntensiveerd, verbreed. De resultaten van de dialoog zijn verder uitgewerkt in ons actieplan tweede helft. Wat ook uitgevoerd wordt, we hebben geluisterd. Maar we zijn niet afgeweken van die koers. We zijn niet afgeweken van het pad dat wij uitgezet hadden in ons herstelplan. We zijn niet afgeweken van de bestemming waar we naartoe willen gaan. En dat eist moed, durf en leiderschap. Wetende dat het ten koste gaat van je populariteit. Wetende dat het ook ten koste kan gaan van je legitimiteit. Wetende dat je daarvoor misschien ook nog een politieke prijs zal moeten betalen. Maar daarvoor hebben we gezegd, wij zijn geen partij voor de volgende verkiezing. Wij zijn een partij, wij zijn een regering voor die volgende generatie. Hun belangen moeten veiligstellen. En natuurlijk moet deze generaties die offers brengen voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen, voor hun achterkleinkinderen. Wat soms niet goed begrepen wordt. Wat soms niet goed begrepen wordt. Het is onze taak om elkaar te ondersteunen en uit te leggen. Dat dat ook een taak is van deze generatie. Dat dat ook een doel is van jouw leven als mens op aarde. Dat je niet alleen voor jezelf moet zorg dragen. Maar dat je ook moet zorg dragen voor je kinderen en je achterkleinkinderen. En dat je ook zorg moet dragen voor je buurman en buurvrouw. Dat je ook moet zorg dragen voor alle andere groepen. Die we zijn. Gelukkig in dit land. Vredelievend. Samenlevend. Als Bromtje Jari. Maar we hebben teruggegeven aan de samenleving. We hebben veel teruggegeven. Sociale steun allemaal opgevoerd. Sociaal programma geïntroduceerd. Doelgroepen uitgebreid. Bedragen aangepast. Koopkrachtversterking geïntroduceerd. Belastingmaatregelen getroffen dat je tot 9.400 SRD geen belasting hoeft te betalen. Ja, dat is ook een cijfer, ja. Wat betekent dit cijfer? Voor mensen, ja, wat betekent dat? Dat betekent dat je 4 jaar geleden op een salaris van 220 SRD belasting moest betalen. Dat betekent het.
En dat je nu voor 9400 geen belasting hoeft te betalen. Dat betekent het. En dat geldt voor ieder, ook de particuliere sector. Niet alleen de publieke sector. We hebben fondsen geïntroduceerd. Voor klein ondernemerschap, microfondsen. Voor kleine, middelgrote ondernemingen. We hebben fondsen geïntroduceerd voor agrariërs, NOVA. Voor producenten, productiekredietfonds. Natuurlijk moeten al deze fondsen geëvalueerd worden. En verder verbeterd worden, geëffectueerd worden. Maar gaat u nou wat we allemaal doen met ons searchprogramma bij het ministerie van Economische Zaken? Hoeveel kleine ondernemers daar niet ondersteund worden? Met grens, met gratis geld. Geen leenbedragen, gratis geld. Maar dit kan je pas doen als die economie hersteld is. Want als die economie niet hersteld was, zou je dit niet kunnen doen. Als die economie niet hersteld was, zouden we geen 7% rente kunnen introduceren voor onze landelijke woning- en bouw. Maar van waar komt die 7%? Voor zover u dat niet weet. Komt van die kasreserve die leeg was. En die nu weer is aangevuld. Waarvan we weer kunnen trekken om die samenleving goedkoop kapitaal aan te bieden. Dat ze woningen kunnen bouwen. Dat zijn allemaal resultaten. Ook op bestuurlijk niveau is er veel gedaan. Public sector reform. Vooral die senioren ambtenaren op de verschillende ministeries. Die weten het, zeker ook de vakbondsleiders, die weten het. Bedrijfsleven weten het. Gaat u maar na hoeveel miljoenen er afgelopen 40, 50 jaar niet betaald is aan consultants voor public sector reform. Miljoenen. Al onze kasten liggen vol van die public sector reformrapporten. Maar wie heeft die durf gehad? Wie heeft moed gehad om daar die verandering te brengen? Wie heeft durf en moed gehad om ambtenaren af te vloeien? Wallah, zou verkiezen voor doet dat hij? Toch? Wij doen het. Wij doen het. En we willen een professioneel ambtenarenapparaat. En het geld dat vrijkomt door die afvloeiing kunnen investeren in hetzelfde ambtenarenapparaat door hen professioneler te maken. Door een modern ambtenarenapparaat te hebben. Door hun salarissen te verhogen. Hun rechtsposities te versterken. Bij ons aantreden hebben we meer dan 38.000 issues aangetroffen van ambtenaren. Rechtspositie, bevorderingen, vaste aanstellingen, noem maar op. Meer dan 38.000. En we hebben de presentatie van de minister Binnenlandse Zaken gehad afgelopen week. 28.000 zijn al opgelost. 28.000 zijn al opgelost. U kent de bekende klacht. Ja, hoe staat het met mijn bevordering? Hoe staat het met mijn vaste aanstelling? Hoe staat het met dit? Hoe staat het met mijn toelage? Hoe staat het met de inschaling? Hoe staat het met mijn... U kent die dingen. Ze worden allemaal opgelost. En vorige week, nee, deze week, woensdag hebben we goedgekeurd. Verder verbetering van het beleid naar personeelszaken. Dat ministers weer verantwoordelijkheden gaan krijgen tot schaal 6 om zelf zaken binnen het ministerie af te handelen. En dat ze niet allemaal in een file, in een jam gaan bij, hoe heet dat in CTA, no? Bij Binnenlandse Zaken. Nee, ministers gaan het zelf afhandelen. BISA kijkt verantwoordelijkheden van schaal 7 en 8. VP, OPA, van de Raad Personeel Aangelegenheden, die krijgt de schaal daarboven. Of de schalen daarboven. RPA krijgt daaronder, 1 tot en met 6. Verdelen. Verdelen van verantwoordelijkheden. Maar laat het efficiënter gaan. Laat die problemen van die ambtenaren opgelost worden. Het zijn die ambtenaren die ons helpen met ons beleid. Dagelijks. Het kan daar beter. Het kan daar professioneler. Maar daarvoor moet een goed beleid gaan ontwikkelen. Afbouw van een subsidie. Hoeveel regeringen hebben dat niet geprobeerd? Doing your last verkiezing. We doen het. We doen het bij SWM. We doen het bij EBS. We hebben het gedaan ook bij Telesuur. En we gaan het ook doen bij alle andere parastatale bedrijven. Maar ook andere
instituut, maar op een verantwoorde wijze. Gefaseerde afbouw van objectsubsidie, let wel, objectsubsidie. En introduceer subjectsubsidie. Ga de personen beschermen. Ga de individuen beschermen die het nodig hebben. Het is toch prachtig gelukt met onze brandstof, minister Financiën. We zouden crisis krijgen. Het zou onhoudbaar zijn. We zouden chaos krijgen. En nu stijgt het van 40 plus SRD naar elke dag lager en lager en lager. En alle straten zijn vol. En iedereen rijdt en geniet met zijn auto op een zondag. Ja, toch zo? Ik ga nog dit zo, ik ga nog dit zo. We hebben ons kiesstelsel gewijzigd, ja. 70 jaar lang hebben we gevochten. Historisch. Waar vroeger een kleine groep slechts maar stemrecht had. Waar vroeger maar alleen mannen mochten stemmen. Waar vroeger alleen mensen van Paramaribo en Wanica mochten stemmen. Wel, eindelijk hebben we een landelijke evenredigheid. Een rechtvaardig kiesstelsel. Waar elke burger, ongeacht wie je bent en waar je woonachtig bent, mag stemmen met dezelfde waarden. En het gaat gelden bij het tellen van de stemmen. Ook dat in bestuurlijk opzicht. Dat we IMF review kunnen doorstaan. Een zwaar programma. Om de 3 maanden. Geen makkelijk programma. We staan weer op agenda. September. Een zware uitdaging voor ons als we dit halen. Maar we gaan alles doen, minister, om het te halen. Alles gaan we doen. Maar dat halen we. Dit wordt de 7e, minister. 7e review. Maar 6 hebben we al gehaald. Zware programma's halen wij. Zijn we NRA vergeten? Dat we bijna op de rand stonden om geblacklist te worden toen we aantraden. We zijn in een veilige zone nu. Niet eens bij een high risk. Om maar niet te praten over greylisting en blacklisting. Nee. Maar natuurlijk zijn we nog niet klaar. Je moet dus een ongoing proces. Het is mutual evaluation. Waarbij het proces een continu proces is. Maar we moeten zorgen dragen dat ons land veilig blijft. En wat vindt u? Dat wij als land voor de eerste keer sinds een evaluation mechanism door het State Department is geïntroduceerd om landen te beoordelen of ze een goed mensenhandelbeleid hebben. Dat wij voor de eerste keer tier 1 halen. Weet u wat dat betekent? Tier 1 halen, hoogste niveau. Moet het wegwijven? Nee, het is een resultaat. Het is een resultaat. Maar als je een lage ranking hebt, riskeer je sancties. Maar zijn hoogste ranking hebben we gehaald in ons beleid een 4 jaar periode. 4 jaar waren we tier 3, als je dat niet weet. Nu zijn we tier 1. En we voeren ons beleid bestuurlijk, begrotingsneutraal, met wat uitdagingen. Infrastructuur, geïntroduceerd landelijk woningbouwprogramma. En natuurlijk, minister OW, hij is niet hier. We zitten met wat uitdaging met het weer, maar we zijn al begonnen met de asfaltering van onze wegen. Er was wat achterstand, maar de middelen zijn vrijgemaakt. De wegen worden geasfalteerd nu. Alle wegen die op de lijst voorkomen in stad en district. Zandwegen die geëgaliseerd gaan worden. Omdat de samenleving dat ook wil zien in de eigen omgeving. Dat er infrastructurele verbetering komt. Ons Saramaga-kanaal onderschat het niet. Een project dat vanaf 2019 daar gelegen heeft. Saramaga-kanaal 2019 kon het niet worden uitgevoerd. Gebrek aan deskundigheid, gebrek aan politieke wil misschien ook. Kijk wat we doen.
in 4 jaar tijd. Heel Saramaka-kanaal is schoon. Al het water van Zuiden gaat nu opgetrokken worden met allemaal machines die al besteld zijn. Pompen die besteld zijn, maar ook het water van het noorden, wat daar naartoe getrokken kan worden. Maar die inhaalslag wordt gemaakt, ook aan de van het Hoogeruisstraat, met verbeterde connectie naar de Weidenbosbrug, zodat ook de file op de Weidenbosbrug een beetje sneller afgehandeld kan worden. Maar ook de resultaten binnen de verschillende sectoren, de zware investeringen die we binnen volksgezondheid hebben gepleegd. Gaat u maar na, in de verschillende ziekenhuizen. Miljoenen investeren we in moderne apparatuur. Maar incentive dat personeel nog hier blijft. Het is een uitdaging, nog steeds gezondheidszorg. Defensie heeft misschien geen vliegtuigen en geen zware boten en oorlogsschepen en tanks gekocht. Maar ze hebben geïnvesteerd in die reorganisatie van het leger. Ze hebben geïnvesteerd in het professioneler maken van het leger. Ze hebben geïnvesteerd om het leger apolitiek te maken. Zijn we vergeten dat een minister in het parlement komt, een minister van Defensie, en die komt zeggen, het Nationaal Leger is NDP. Zijn we dat vergeten? We vergeten snel, ja. Het leger moet een professioneel leger zijn. Het leger moet weer een leger zijn met waarden en normen. Een leger met discipline. Een leger met vaderlandsliefde. Een leger die steady is, die ready is. En die readiness moet er zijn. Natuurlijk, als we zien dat het leger sterk begint te worden, hebben we ja goedgekeurd. Eerste grote schip voor het Nationaal Leger om onze kustwateren te gaan beveiligen. Ook tegen de achtergrond van oil en gas. Ja, zo werken wij. En niet omgekeerd. Ja, het staat op agenda. De minister heeft het dossier al ingeleverd bij me. Aanschaf van een vliegtuig voor het Nationaal Leger. Om ons territorium beter te beveiligen. Zo werken we in die volgordelijkheid. Als unamuni dan unamuni. Dan gaan we crisis beheersen. Maar voor op chimoni, dan kunnen we wel wat doen. Want we hebben ook een taak om onze soevereiniteit en onze territoriale integriteit te beschermen en te verdedigen. Maar ook op het gebied van energie. Nikkeri zonne-energie, Koroni zonne-energieprojecten. Grote projecten nu, komende maanden voor kuststrook. Veel zonne-energieprojecten in het binnenland. Alle dorpen gaan zonne-energieprojecten krijgen. Alle dorpen in het binnenland gaan waterinstallatieprojecten krijgen. Daarvoor zijn 2 bedrijven ingehuurd vanuit België. Om dat project allemaal uit te voeren. Voedselprogramma wordt uitgevoerd. Dat wordt komende dagen, let wel, komende dagen uitgebreid. Waarbij ook de vereniging van kleine winkeliers gaan betrekken. Om onze goedkope voedsel te brengen naar de samenleving. Daarover krijgt u binnenkort meer informatie. De registratie is nu gaande. En iedereen die aanspraak maakt op voedsel ondersteunen, die gaat het krijgen. Maar geen voedselpakket. U gaat met uw voucher naar de supermarkt, naar die foodbank. En u beslist wat u wenst te kopen. U beslist wat u wenst te eten. En dat koopt hij en daarmee gaat hij naar huis. En niemand beslist voor jou, dit is het pakket van jou. Dat gaat veranderen. Natuurlijk investeren we ook veel in korpspolitieuurnamen, douane. En daar is het proces van reorganisatie al ingezet. Douane, haven, die staan op agenda komende week. Daar heb ik al bilateraal overleg met de minister Financiën gehad. Daar gaan we ingrijpen. Daar verliezen we veel inkomsten. Daar gaan we inkomsten verhogen uit deze sectoren. Gezondheidssector in het binnenland, onderwijs. Natuurlijk, als onderwijs 10 jaren verwaarloosd is in het binnenland. Dat is gebeurd. Infrastructuur verwaarloosd, alles verwaarloosd. Moeten we een inhaalslag maken. En dat lukt het niet allemaal
binnen 4 jaar om alle scholen weer te herzien, om alle dienstwoningen weer te bouwen. Heb je tijd voor nodig? Dan? Mijn mensen, we gaan door. Met het proces van communicatie, dialoog. Met vakbonden zijn we in dialoog. De inzichten zijn gepresenteerd met betrekking tot koopkrachtversterking, bezoldigingen, toelages, energietarieven. Op al deze 2 trajecten zijn er lichtpunten. De vakbondsleiders, ik zie een paar hier zitten, die weten het. Er zijn structuren van overleg. Er is een onderhandelingsorgaan, er is een clusterteam van minister. Bereikt u overeenstemming. En als om welke reden het niet lukt, dan is die president er nog. Dat is ook met het clusterteam van ministers afgesproken. Maar voor eind van juli moet energie en onderhandeling met vakbond afgesloten zijn. En ik ben beschikbaar, vakbondsleiders, in case, om welke reden dan een beetje moeizaam gaat. Maar ik heb de overtuiging, want we hebben al overleg gehad met het clusterteam van ministers. Het clusterteam van ministers heeft instructies gehad. En jullie krijgen inderdaad datgene wat die werknemers nodig hebben. Daarop de werknemers wachten. Ze hebben offers gebracht. En ik heb al gezegd, het is tijd om terug te geven. En we gaan ze teruggeven. Alleen moet die economie zodanig ook beschermd worden. Want wat voor zin heeft het als we te veel geven in 1 keer en die koers begint dit te doen en die inflatie begint dit te doen, wat voor waarde heeft het? Gelukkig zie ik nu publiekelijk bekendmaken, eindelijk van supermarkten, dat de prijzen in de supermarkten nu dalen. Eindelijk zie ik dat. Het moest al lang gebeurd zijn, maar het gebeurt gelukkig dat nu wel. We gaan door met dialoog met vakbond en bedrijfsleven en met alle andere groepen. We zijn als coalitie bijeengekomen, 8 aanwezigen, afgelopen donderdag. Breed, DNA-leden, staatsraadleden, regering. Om die 10 maanden, de 10 maanden voor deze regeerperiode, goed met elkaar af te spreken. En duidelijk af te spreken welke de prioriteitswetten zijn die behandeld moeten worden voor april 2025, waarbij verschillende tijdsfases zijn genoemd, categorieën van wetten, en we gaan het afhandelen. Het is een clusterteam van ministers en een clusterteam van DNA-leden, die komen deze dagen bijeen, om dan al die wetten te categoriseren, van nu naar september, september naar december, december naar februari, februari naar april. Er komt de tijdlijn, vergaderdagen. Natuurlijk is er beroep gedaan, minder reizen, DNA-leden en ministers beschikbaar zijn. Pardon, voor die wetten. Beleid, daar zijn afspraken gemaakt met beleidsprioriteiten. 1, wat was prioriteit hebben? Grond, aanpak van grondproblemen. Goedkope voedsel, landelijk woningbouw, affordable housing, infrastructuur. Volksgezondheid, veiligheid, ontwikkeling binnenland. En natuurlijk moet ook rekening houden dat er ook geïnvesteerd moet worden. Mijn mensen, en daarvoor gaan we ook fondsen vrijmaken. We gaan naar die verkiezingen. Dat willen we goed voorbereiden. Er zijn 3 structuren, model. Met een onderraadverkiezingen onder coördinatie van de vicepresident, een beleidsteamcoördinatieverkiezingen onder coördinatie van de minister Binnenlandse Zaken en daarboven een platform met alle vertegenwoordigers onder leiding van de president. En we gaan elke maand monitoren met kalender die al klaar is, tijd, wat er allemaal gedaan moet, wie moet het doen, welke wetten, welke staatsbesluiten, welke beschikkingen, welke formulieren. De wettelijke termijn is ook genoemd in kalender.
En dat zullen we ook heel strak volgen om onze verkiezing, waarvan de datum bekendgemaakt zal worden op 1 oktober 2024. Dinsdag 1 oktober zal het bekendgemaakt worden. Maar in feite weten jullie wat de datum is. Goed. De toekomst, mijn mensen. It's a bright future. Met wat we allemaal nu in place gebracht hebben. Dat moet gecontinueerd worden. Die stabiliteit moet gecontinueerd worden. Dat vertrouwen dat herwonnen is, moet gecontinueerd worden. Die economie die gestabiliseerd is, moet gecontinueerd worden. De inflatie die aan dalen is, moet verder dalen. Naar de internationale norm. Dat vertrouwen wat we hebben voor onze schuldeisers, dat vertrouwen moet blijven. Moet niet geschaad worden. Good governance moet doorgaan. Die internationale samenwerking moet doorgaan. Een sociaal programma, koopkrachtversterking moet doorgaan. Geleidelijke afbouw van subsidie moet doorgaan. En daar moet bestuur, dit bestuur zeker, gecontinueerd worden. En het is onze taak om die samenleving te gaan uitleggen. Zoals de waarnemend directeur net gezegd heeft, algemeen directeur. Willen we terug naar af? Willen we weer naar die lege fles? Dan waarvoor waren die offers dan? Waarvoor waren die offers dan nodig? Waarom moesten dan het volk zulke zware offers brengen? Dan konden toch liever door zijn gegaan, weer geld te gaan lenen. En door te gaan met voedselpakketten, door te gaan met populistisch beleid. Nee, daarvoor hebben we niet gekozen. We hebben invulling gegeven aan het mandaat van het volk. Red Suriname, hebben Suriname gered. En nu moeten we die redding verduurzamen. Daarvoor hebben we meer tijd nodig. Zo'n zware crisis in 4 jaar tijd. Met COVID, 2 jaren COVID. Ja, je moet het afmaken. En dat zullen we aan het volk van aangeven, ons de ruimte om het af te maken. Hebben we geen fouten gemaakt? Natuurlijk hebben we fouten gemaakt. Die fouten corrigeren, fouten herstellen. Maar ook afspreken, niet meer maken. Maar doorgaan om die verkiezingsbelofte volledig in te lossen. En waar we het niet kunnen inlossen, met het echte verhaal komen, het eerlijke verhaal komen, het ware verhaal komen waarom het niet gelukt is. Vertel het. Niet dat de samenleving daarmee blij gaat zijn, maar ze gaan beter begrip hebben. Nu weten ze waarom het niet opgelost is. Maar wel doorgaan om je best te doen om het op te lossen. We hebben nog 10 maanden en dat gaan we ook doen. Alles wat nog niet is aangepakt en opgelost. Oplossen. Maar ook die private sector zie je meegroeien nu met deze ontwikkeling. Dat de financiële sector, de banken, ook op basis van dialoog met de banken, beroep van de president, hebben ze meegewerkt. Hun hypotheekrente is van 30% gegaan naar 12%. Al die marktverkopers, die taxichauffeurs, die worstman, die groenteverkoper, die konden geen bankaccount openen. Nu met je ID-kaart kan je een bankaccount openen. Dat is wat we willen, financial inclusion voor iedereen, that no one will be left behind. Kan wel. En de banken gaan binnenkort met meer maatregelen komen. Nu de economie beter wordt. Nu het financieel kader beter wordt. Maar tegelijkertijd zien we ook investeringen in Nigeria. Investeren door investeerders in de parboilreis. Moderne fabriek staat in Nigeria. 2 weken geleden hebben we de regeringsraad goedgekeurd
Uiteindelijk had een vertraging gehad, de overeenkomst met Pomeroen voor het planten van duizenden kokosplanten in Koroni. Eindelijk is die overeenkomst in de regeringsraad goedgekeurd. Met ook mangroven aanplant. Kijkt u in Paramaribo, de International Mall. Ga een paar kilometers verder naar het noorden. Charlesburg, een van de modernste waterparken wat daar staat. De opening is voor november gepland. Tweede Marriott, Radisson, zoveel andere nieuwe hotels. Gaat u maar kijken aan de Suriname rivier nu. Zijn er twee nieuwe havens die gebouwd worden. Particuliere havens. Buitenlandse investeerders die hier komen. Maar ook, en ik was zo trots toen ik langs al die stands liep van die beurs tijdens CEOX, staatsolieconferentie Suriname Energy and Oil Conference. Veel Surinaamse bedrijven. Local content was daar aanwezig. Natuurlijk moet het verruimd worden. Naar ook andere diensten die de oil en gas vraagt. In de health system, in de healthcare, in de insurance, in de legal services, in de financial services, in staffing. En niet alleen blijven bij die housing, omdat er duizenden experts hier gaan komen. Natuurlijk zie ik Surinamers bouwen nu. Ga, bouwt u. En natuurlijk zet u grond om in conversie, in eigendom. Een van de succesvolle projecten wat uitgevoerd wordt. Elke week staat op agenda. En weet je wat die toegevoegde waarde is? Elke week zitten studenten, jonge studenten. 23, 24, 25, 26, om die gegevens in te vullen en beschikkingen te maken. Studenten doen het. Maar ze deliveren elke week 150 beschikkingen. Waarom kan het elders niet? Waarom kan het elders niet? Mijn mensen, er wordt veel geïnvesteerd op de private sector in de housing, in de beverage, in de food, in hospitality, in toerisme. Dat alle sectoren op dit moment te klagen hebben, maar van één groot probleem. En u weet wat het is? Arbeiders. Arbeiders. Dat is een issue. We hebben als CARICOM goedgekeurd staatshoofden. Laat er free movement zijn van CARICOM nationals. Geen skilled nationals anymore, CARICOM nationals. Iedereen. In plaats van dat ze gaan naar Amerika, Engeland of waar dan ook om werk te zoeken, laten ze hier in CARICOM de kans krijgen om werk te vinden en werk ook te deliveren, in welke vorm dan ook, in een van die CARICOM landen. Maar tenslotte, we hebben wat uitdagingen. Ja. We hebben wat uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen op dit moment is verder stabiliseren van onze financieel-economisch beleid. Het is een zware maand. Ik weet dat voor velen hier een prachtige maand is. Maand om vakantiegeld te krijgen, waarop jullie allemaal aanspraak maken. Maar die minister weet van Financiën hoe hij slaapt. Die minister weet hoe hij slaapt. Om die gepensioneerden nog te betalen, 70% van die verhogingen. Om dubbel salaris, althans vakantiegeld straks te betalen. Aan alle ambtenaren en aan ambtenaren gelijkgestelde groepen. Maar deze minister kennende, ik heb weer met hem gezeten. Het enige wat hij tegen mij zegt is: president, van waar het komt is punt 2. Maar hij geeft me de garantie. Alle ambtenaren krijgen hun vakantiegeld. Minister, geweldig. Maar tegelijkertijd zegt hij tegen mij, dat wil wel zeggen dat zoveel andere mensen op hun geld moeten wachten. Die elke dag 100 apps sturen naar ieder met RSU-nummers. Die moeten even wachten. Maar ook zij gaan hun geld krijgen. Maar nu moeten we alles doen om de economie weer te laten groeien. Ons primary balance te halen. We hadden even een dip. Het gaat langzaam juni vooruit. Ik hoop dat jullie ook vooruit gaat. Zodat we die review van september van IMF succesvol kunnen doorstaan. Ik ga iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan deze resultaten, aan deze successen. Zeker
de vakbondsleiders, zeker het bedrijfsleven, die ons ook ondersteunen bij het uitvoeren van IMF-programma. Zeker de ambtenaren, zeker alle deskundigen, internationale instituten die ons helpen. Mijn mensen, dit hebben we samen bereikt. Dit is ons succes, wat we gezamenlijk gerealiseerd hebben. En ik dank jullie en ik geef jullie allemaal een applaus voor jullie ondersteunen. Many thanks and God bless you all. Thank you. Dank u wel, excellentie, voor uw inspiratie en de begeleiding in de uitdagingen en kansen die wij als land voorstaan. Ja, dames en heren, en nu mag ik met genoegen het moment aankondigen waarop ons staatshoofd de ceremoniële overhandiging van de boekwerken zal verrichten. Zoals ik al eerder zei in mijn introductie, werpt dit boekwerk een diepgaande blik op de ambtsperiode van regering Santokki Brunswijk en belicht de stappen die zijn genomen op weg naar duurzame groei. Als symbool van transparantie en verantwoording zal de president nu deze boeken met zorg en betekenis overdragen. Mag ik allereerst de aanwezige ministers van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Onderwijs uitnodigen naar voren om een exemplaar van het boek te mogen ontvangen. Excellentie, mag ik u uitnodigen voor de overhandiging? Fotomoment. Dank u wel, ministers. U mag plaatsnemen. Excellentie, mag ik u beleefd vragen om nog even te blijven staan om nog enkele exemplaren te overhandigen. Mag ik als tweede uitnodigen een vertegenwoordiger van de Staatsraad? Ik nodig uit de directeur van het kabinet van de president, mevrouw Arlene Emmanuels, en de directeur van het kabinet van de vicepresident, de heer Vivian Gordon.
Dank u wel, directeuren. Mag ik de staatsadviseur, de heer Somaharjo, uitnodigen om een exemplaar van het boekwerk in ontvangst te nemen. Nationaal Jeugdinstituut, de heer Bagou. Dank u wel. Mag ik vanuit de Centrale Bank van Suriname de heer Dorini uitnodigen? Dank u wel. Mag ik gelijk uitnodigen van de Vereniging van Bankiers, de voorzitter, de heer Van Petten. Dank u wel. Ik nodig ook uit de vertegenwoordigers van de parastatale bedrijven, van de SLM, de heer Gonesh, van Grasalco, de heer Rozenhout, de heer Linga van SWM, de heer Amerikan van de MAS en de heer Dahu van Surpost. Van de VSB mevrouw Reka Bisumbar uitnodigen en de directeur van ABS de heer Kornaar. Commissaris DC Bolla, de heer Bolla, uitnodigen om een exemplaar in ontvangst te nemen. Ja, dank u wel. Mag ik van de Iris, de secretaris, de heer Kalan, uitnodigen? Mevrouw Bisessar en van de vakbeweging, van de Rafaxuur, de heer Sunder en van Nerkus, de heer Vol. Nee, van de Vols, de heer Nerkus, sorry. Mag ik u allen uitnodigen naar voren?
Dank u wel.